I don't think that Italy will suddenly be more right-wing than it was yesterday. Zijn jullie bekend met wat er afgelopen weekend gebeurd is in Italië? Ja. Yes, I'm very much aware, yeah. No. Ik wist van tevoren niet eens dat er verkiezingen waren in Italië. Dat volg ik niet helemaal, dus nee. I heard about a woman that might be elected, but I don't even know her name. A far-right leader, Giorgia Meloni, will be at least attempting to form a coalition government with other parties of the right. Did you expect these results of the elections? Yeah, everyone kind of expected these results. I'm not that surprised. Ik vind het toch een beetje een verrassing, ook na de verkiezingen in Duitsland bijvoorbeeld. Most of the far-right parties are being more heard of in every European country. The result was very much expected. So Meloni and her party are of the major players at the moment. Were the only ones who had never been in government before. Wat vinden jullie daarvan, van haar winst? Of van de winst van haar partij? Ja, dat is kloten natuurlijk. Ja, ik heb zelf heel weinig met dat soort partijen. Not a good idea, I guess. Want zij is echt extreem ook. People should be either like center or something, not really extremely right or extremely left. Daar maak ik me wel een beetje zorgen over, ja. Being Italian for me is really weird and like it feels really hopeless to see my country going backwards. This will have a severe impact on some very marginalized people, chiefly migrants. Voor de LHBTI gemeenschap et cetera komen er waarschijnlijk zwaardere tijden aan. I just think that certain behaviors now will be even more legitimized. For example, like discrimination towards categories that already marginalized. Ik heb ook al gelezen dat ze niet te veel risico gaat nemen en niet echt in problemen wil komen met Europa. Dus ik denk dat het voornamelijk binnenlandse gevolgen zou hebben. Ik denk niet dat het heel bevorderlijk is voor de Europese staat. Volgens mij wil ze ook uit de EU, dat weet ik niet zeker. Maar ik ben wel wat meer pro-Europese Unie. It will have, I think, limited consequences in Europe, partly because of the COVID recovery fund that will tie the hands of any government. Zie je parallellen tussen hoe het in Italië gaat in de politiek en hoe het hier in Nederland gaat? Ja, ja, niet alleen in Nederland, maar ik denk dat dat wel iets bijna wereldwijd is. Dat wat rechts, misschien wel extreem rechts, wat groter wordt en wat meer invloed krijgt. Bepaalde dingen in beide landen waar rechtspopulisme gebruik van maakt of ziet als belangrijke punten, zoals immigratie, problematiek. Ik hoop zelf eigenlijk wel dat naarmate we wat meer naar de stembus gaan als jongeren, dat dit soort dingen minder snel voorkomen. Dat rechts dominant is, dat is ook in Nederland het geval. Dus in dat opzicht dan is er wel een gelijkenis. Ja, dat wel.